Hallo allemaal, welkom bij Creatief met Rebecca. We gaan vandaag weer een journalpagina in mijn Travelers Notebook. En het is eigenlijk een soort reflectiedagboek van mij. Dus ik zou zeggen, pak gewoon lekker je journalspulletjes erbij. Misschien wil je met me meedoen. Ik hou mijn pagina's in mijn Travelers Notebook hou ik eigenlijk altijd heel eenvoudig. Dan is het ook heel makkelijk om het vol te houden als we te veel willen. Dan voelt het soms als een verplichting of iets wat we moeten doen. En dus vandaar dat ik het eigenlijk probeer zo eenvoudig mogelijk te houden. Ik heb vandaag ook een heel groot stickerboek klaargelegd. Ik heb het stickerboek ooit in de uitverkoop gekocht bij bol.com. Volgens mij was het iets van 20 euro. Je hebt verschillende thema's en er zit echt meer dan 1000 stickers in. Er zitten grote stickers in, kleine stickers in en het is een soort beetje, ja, niet Halloween, maar een beetje mysteries, heksachtige thema's zitten er wel in. Maar ik vind het gewoon heel leuk om dit soort stickerboeken er ook bij te hebben. Dus vandaar. Dus ik ga even kijken of ik wat leuke stickers kan vinden. Die ik ga gebruiken. En het is alfabet. Dus het heeft eigenlijk een beetje met alfabet thema's te maken. Deze vind ik dan wel heel grappig. Het lijkt een beetje op van Alice in Wonderland. Vind ik wel heel leuk. Dus ik denk dat ik gewoon een beetje dit thema ga maken. Ik ga beginnen met de bovenste. Ik had hier al een leuke sticker. Zo met die vlinders. Ga ik mee beginnen. Ga ik mooi in het midden doen. Deze met die roosjes. Deze. Alice in Wonderland. Ondertussen blader ik gewoon in mijn boekje. Dus blader. Dus journal maar gewoon lekker mee. Zien deze. Denk ik dit de laatste is. Hier zo. En omdat het mijn reflectie journal is, schrijf ik natuurlijk niet in waar jullie bij zijn. Maar een vraag die je bijvoorbeeld kunt stellen voor je journal is bijvoorbeeld van hoe voel ik me vandaag? En dan begin je eigenlijk gewoon met schrijven en dan zul je merken dat er van alles op papier komt. Dus daar gaan we mee beginnen. Dus ik zeg, pak maar gewoon een pen en schrijf maar gewoon de datum van vandaag. Schrijven we op. En dan schrijven we gewoon bovenaan. Hoe voel ik mij vandaag?
En voel, en kijk maar even wat er in je opkomt. Ik snap dat het een soort, het is even een andere video dan dat jullie van jullie mij gewend zijn. Maar ik vind het ook leuk om jullie te inspireren. En misschien is dit, als we dit zo doen, voor jullie ook een stok achter de deur. Zodat we dan bijvoorbeeld samen kunnen journalen. Dus ik zal gewoon even wat schrijven. Ik zal de video iets versnellen en ik zal gewoon even een rustig muziekje opzetten. En dan ben ik straks weer bij jullie terug. Oké, ik denk dat ik mijn stukje wel heb geschreven en ik hoop ook dat je jouw stukje hebt geschreven. Misschien ben je nog even aan het schrijven. Schrijf dan gewoon lekker rustig door. En dan wil ik je bedanken voor het meedoen met het journalen. En dan wens ik je nog een hele fijne dag toe en tot snel bij een nieuwe creatieve video.